Vayetse Yaakov mebe'er, Shava, Vayelech, Charana. Jacob gaat weg uit Beersheva en hij gaat naar Charan. Waarom moet het er eigenlijk bij staan, vraagt Rashi, dat hij wegging uit Beersheva? Dat hebben we in de Sidra van de vorige week al gelezen. Maar hij antwoordt en zegt, het was voelbaar, het was merkbaar toen hij wegging. Als een grote tzaddik uit een plaats weggaat, dan heeft dat effect op die plaats. De tzaddik straalt iets uit. Tzaddik, tzaddiket, mannelijke tzaddik, vrouwelijke tzaddik. Dat straalt wat uit. Dat is iets bijzonders voor die plek. En als hij, zij daaruit vertrekt, dan is dat merkbaar. Zo merkt Rashi dat op. En dan bij Yevgaba Makom, en dan komt hij op de plek. Maar welke plek? Bamakom, zegt Rashi, ja, dat is een bekende plek, namelijk bij Yaret HaMakom en Rachok. Als Avraham met Yitzchak de opdracht krijgen, of Avraham krijgt de opdracht om Yitzchak te offeren op de plek die God hem zal tonen. En daar staat er bij Yaret HaMakom en Rachok. En toen zag hij die plaats van verre. Dat is dus de berg Moria en wat dus nu de tempelberg is. En daar kwam Yaakov, daar waar Yivga, hij kwam daar toevallig, maar waar Yivga, zoals Rashi het uitlegt, betekent ook, hij davende daar, hij heeft daar gebeden. Daar vindt ook dat die bijzondere droom plaats, met de Jacobsladder, engelen naar boven gaan en engelen naar beneden komen. De woorden van het gebed, als zij de engelen naar boven gaan, en Gods reactie, en hopelijk Gods brachot, zegeningen, dat zijn de engelen die dan weer naar beneden komen. Vayishkaf bamakom ahu. En daar op die plek sliep hij. Waarom moet er staan Vayishkaf bamakom ahu? Op die plek sliep hij. En Rashi zegt dan ook, en elders wordt het opgemerkt, op die plek heeft hij geslapen. Maar elders heeft hij niet geslapen. En waar heeft hij dan niet geslapen? Jacob gaat weg uit Beersheba en komt in Charan. Maar Rashi rekent ons voor dat er een hiaat is van 14 jaar. Van dit moment naar dat moment. Jacob heeft eerst 14 jaar in Yeshiva geleerd. En daarna is hij pas doorgegaan naar Charan. Hij wist dat hij in Charan terecht kwam. Hij wist met wat voor soort mensen hij te maken had. En met wat familie. Om dat aan te kunnen, zoog hij zich vol met kennis van Torah. En dat deed hij overdag, maar dat deed hij ook 's nachts. Hij sliep eigenlijk nooit. En daarom nu, Vayishkaf bamakom ahu, nu heeft hij wel geslapen. Dat is wat betreft het verleden, aan het einde van die 14 jaar. Maar ook wordt er gezegd later, toen hij eenmaal in Charan was en daar getrouwd is, en daar gezin heeft gesticht. En daar met vee is bezig geweest. Zijn bedrijf heeft opgezet, laten we het zo zeggen. Maar tegelijkertijd te maken had met Laban, de bedrieger. En wat er verder in die omgeving allemaal gebeurde. Begreep Jacob, ik moet op mijn hoede zijn. Ik mag niets uit het oog verliezen. En ook dan heeft hij eigenlijk niet geslapen. En ook inderdaad, Laban zegt dan later, Abanim banai, wabanot benotai. Ja, die kinderen, dat zijn mijn kinderen. Dat zijn Jacobs kinderen. Nee, zegt Laban, het zijn mijn kinderen. Wil jij een vrome Jood zijn? Ja, wil jij extreem orthodox zijn? Dat is jouw zaak. Maar die kinderen van jou, die moeten anders opgevoed worden. Dat zal ik dan wel even doen. Jacob begrijpt, ik mag mijn kinderen niet uit het oog verliezen. Als die in de handen van Laban komt, gas zal om God bewaren. We had zond Sonny, zegt Laban later, en het vee is eigenlijk al mijn vee. Ja. Dat wil zeggen, Jacob, jij wil die vrome man zijn, ja. Maar laat mij dan verder de zaken runnen. Ja. Je moet wel weten hoe je af en toe, enzovoort, enzovoort. Ja. Nee, zegt, begrijpt Jacob, ik mag
dat niet uit het oog verliezen. En dat is waar Yishkaf b'makom ahu. Op deze plek, daar heeft hij wel geslapen, maar voordien en daarna, als het ware, niet. En dat leert ons dus ook. We zijn toch allemaal beneden Avraham, Yitzchak en Jacob. Ja? Dat wij ook, dus wat betreft onszelf en wat betreft ons kinderen en verdere nageslacht, niet uit het oog mogen verliezen de gevaren die toch luren op alle manieren van de maatschappij waarin we leven. Er zijn goede mensen, maar niet iedereen is goed. En er zijn opvattingen en er zijn modes en noem maar op. We moeten dus goed uit onze ogen kijken, alert zijn en dat doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat wij, onze kinderen en het verdere nageslacht, inderdaad, benei Avraham, Yitzchak en Jacob, benei Sarah, Rivka, Rachel, Wilea, kinderen van de aartsvaders en de aartsmoeders blijven. Dat wat betreft de Gitat Chumash. En dan gaan we nu naar de Tehillim. En de Tehillim van deze week, de 30e dag van Cheshvan, en dan 6 dagen in de maand Kislev. En een van die psalmen die daarin voorkomt, zijn dus de psalmen van 145 tot en met 150. En dan beginnen we helemaal opnieuw, van 1 tot en met 38. Maar de eerste psalm dus van deze week, dat is, laten we het noemen, Ashrei. Nou, Ashrei is eigenlijk geen onderdeel van die psalm, want die begint met Tehillel David. Maar het is wel een hele beroemde psalm die we iedere dag in het ochtendgebed 2 keer zeggen. En in het middaggebed nog een keer zeggen. We beginnen met de woorden Ashrei Yoshua Vetecha Ot Yolalucha Sela. En aan het einde mag het gaan zingen, ik zal het even niet doen. Tehillat Hashem Yedaber Pi. Dat is de laatste zin. Wat dan in Shul daaraan toegevoegd wordt, waar Nachnu Nevarech. Ja, Me'atavat Olam, halleluja. Maar dat is niet een zin uit deze psalm 145. Het is een prachtige psalm. En u kunt het uiteraard in de Sidur op verschillende plaatsen vinden. Ik wil u een klein beetje iets daarvan laten horen in een vertaling die ik zelf een klein beetje veranderd heb. Dus de openingszin is dan, hoewel dit dus nogmaals niet tot de psalm zelf hoort, Ashrei Yoshua Vetecha Ot Yolalucha Sela. Gelukkig zijn zij die in uw huis verblijven. Mogen zij steeds weer uw lof verkondigen. De psalm loopt via het alfabet op 1 letter na. En daar krijgen we de zin, beginnend met de letter beet, begol yom avarechekka. Iedere dag wil ik u als bron van zegen erkennen. Iedere dag weer opnieuw. U herschept de wereld, iedere dag, ieder moment. Dus ook ieder moment wil ik u als bron van zegen erkennen. Va'ahalala simcha le'olam va'et. De lof van uw naam wil ik steeds weer verkondigen. Gadol Hashem, groot is God. Umhulal me'ot, onvoltooid te bezingen. We kunnen God bezingen, bezingen, bezingen. Is onvoltooid. Zijn er nooit mee klaar. Velik dulato en geker. Vreemd eigenlijk. Eerst hebben we gezegd Gadol Hashem, God is groot. En dan zeggen we nog een keertje velik dulato en geker. En zijn grootheid. En zo heb ik in het Chassidut zien staan. Ja, we hebben het over Gadol Hashem, over de grootheid van God waar we over kunnen spreken. Dat is Gadol Hashem Omoholal Me'ot. Maar, wil ik doe dat toch. De eigenlijke grootheid van God,
één geker, die is niet voor welk schepsel dan ook, zelfs niet voor de allerhoogste engelen, te doorgronden. En als we dan nog een hele aantal andere verschijningsvormen van God, activiteiten van God, hoe we het willen noemen, hebben genoemd, dan ene gol elega yitzaberu. Aller ogen zien hoopvol. En dan heb ik het niet vertaald met naar u op, maar naar jou op. Baruch ata, geprezen bent u. Ik hou ervan om te zeggen, geprezen ben jij. God is toch veel dichterbij als je jij zegt, dan wanneer je u zegt. Dat is een kwestie van gevoel. En het kan zijn dat je het ene keer het zo voelt en de andere keer het zo voelt. Maar deze keer heb ik het dan maar zo vertaald. Alle ogen zien hoopvol naar jou op. En jij geeft hen hun voedsel op de juiste tijd. Dichtbij is God voor allen die hem aanroepen. Voor allen die hem aanroepen in oprechtigheid. Dat klein idee wat deze prachtige psalm ons in staat stelt om Gods lof en leiding te benoemen. Gitat, Chumash, Tehillim en dan de taf van Tanya. Dat wat deze week geleerd wordt, dat daar wordt gesproken steeds over de vier werelden. Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya. Daar valt zoveel van te zeggen, dat lukt helemaal niet om dat nu even samen te vatten. Maar die vier werelden mogen we een beetje begrijpen als toestanden waarin de aanwezigheid van Hashem steeds minder wordt, steeds afneemt, steeds meer verborgen raakt. Olam, wereld, en tegelijkertijd eeuwigheid, we zeggen de begrippen tijd en ruimte, maar het woord olam, ayin lamed mem, betekent verbergen, verborgen zijn. Dus de olam, een wereld, kan alleen maar bestaan doordat de essentie, wat het werkelijk is, verborgen is. En wat is er in werkelijkheid? Hashem. En dat neemt gradueel steeds meer af. In de hogere werelden is God als het ware nog meer aanvoelbaar. Deze wereld is de goddelijke aanwezigheid zodanig verduisterd dat het zelfs mogelijk is om te twijfelen aan het bestaan van God. En zelfs mogelijk is om het bestaan van God te ontkennen. Zo sterk is de goddelijke aanwezigheid in deze wereld verborgen. Maar uiteraard, de bedoeling is om daar doorheen te prikken en te begrijpen dat die verborgenheid alleen maar ten opzichte van ons is. Maar hij is niet ten opzichte van Hashem zelf. En dus, karof Hashem, God is dichtbij, ondanks dat verduisteringsproces. Om het een beetje misschien duidelijker nog te maken, vertel ik dat vaak aan de hand van een professor. En die professor die heeft een idee, dat is zo grandioos en zo mooi, maar ook zo hoog, dat als hij dat aan zijn studenten zal gaan vertellen, dat pakken ze niet. Wat doet hij nu? Hij maakt een vergelijking. Een vergelijking waarin hij zijn professorale wijsheid als het ware verpakt. Die is erin aanwezig, maar toch getemperd. En dat vertelt hij aan zijn studenten. En een aantal studenten begrijpen het. Begrijpen dat die vergelijking uiteindelijk iets diepers bevat. En zo is het hun mogelijk om de oorspronkelijke idee van de professor
te vatten. Maar de hoogleraar ziet dat niet alle studenten hebben begrepen. Hij maakt nu een tweede vergelijking op de eerste vergelijking, waarin de professorale wijsheid dus nog meer verborgen is voor de ontvanger. Voor hem niet, hetzelfde wat hij altijd vertelt. En nu is de bedoeling dat die studenten nu ook trapsgewijze zullen komen tot het oorspronkelijke idee. Nou blijkt dat er nog meer studenten zijn, nog een aantal studenten zijn die het niet begrijpen. En als het dan opnieuw wordt uitgelegd met weer een derde vergelijking, is het nog niet. Dan wordt er nog een vierde vergelijking verteld, waarin de professorale wijsheid zo verborgen is dat op het moment dat iemand van het personeel binnenkomt om de asbakken te legen, zover dat dan nog mag, en die hoort wat die professor aan het vertellen is, komt op de gang bij zijn collega's en zegt wat er met onze belastingcenten tegenwoordig gebeurt. Die man staat er grapjes te vertellen, mopjes, wat dan ook. Ja. De professorale wijsheid is een gegeven moment zo verborgen dat die persoon helemaal niet begreep dat het om een wijsheid ging. En die hoort dus een grapje of wat dan ook. Maar in werkelijkheid is het dus de verborgen wijsheid via een aantal vergelijkingen. Maar voor de professor nog steeds de oorspronkelijke gedachte. Nou, zo'n klein beetje kunnen we begrijpen wat het wil zeggen, die vier werelden. Dat verduisteringsproces van de goddelijke uitstraling tot deze wereld ontstaat en er is, maar prikken we nogmaals daar doorheen, dan vinden we God ook hier in deze wereld, zoals hij in de hogere wereld is. Dat is een gedachte die hoort specifiek bij de maand Kislev, de maand waarin Rosh Hashanah de Chassidut wordt gevierd. Het boek dat de eerste Rebbe heeft geschreven, wat de basis is verder voor het Chabad Chassidisme. En aan het eind van de maand, Chanukah, waarvan uit de duisternis, gegeven blik, het licht is gaan schijnen. Ik wens u een Shabbat Shalom en wat betreft dus de komende maand een Chodesh Tov, Omevorach, een goede en gezegende maand.